Pokémon was heel bijzonder, hè? Maar dat zijn dingen die jullie dus in de geest ervaren. Dat heb ik dan weer niet. Wat? Dat heb ik dan niet, die dingen die jullie in de geest ervaren. Vanmorgen? Ja, ja, wat Katrien is dan in de geest ervaren, heel sterk, zeg maar. Ja. Die wist precies, zeg maar. Ja, ik kreeg hem daarvoor al. Ja. 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 En toen kreeg ik echt van, ik moet van, hoe heet het? Er is hier iemand in ons midden die moest zich bekeren. Ja, ergens van. Ja, ja. En, maar dit is voor mij een les om. Maar dat was de mens dik even. Normaal heb ik nooit daar last van. Maar weet je, dat gepaard met zachtmoediger worden, moet je oppassen dat je niet daarin zwakker gaat worden. En die gedachten, die moet je gewoon uitspreken. In die vrijheid, in die vrijmoedigheid. Ja. Hey, Owen. Dit is ook wel een mooie plek hier, hè? Ja. Jij kijkt nog om je heen. Ik kan me die moment herinneren dat wij hier stonden. Met die boa's? Ja. Maar wat was het eindresultaat? Ja, dat we daar nog stonden. En ja. Dat hun afdropen? Ja, ja. Ja, dat dacht ik al, Joop. Doe jij met z'n vast aan. Ja. Hey, mag ik hem heel even uitzetten? Dankjewel, anders krijg ik problemen met YouTube, met de auteursrechten. Vind je leuk, hè? Ja, ja. Ja, hij staat al. Dank je. Weet je wie je moet danken? Ik hou even het prijsje af, hè? Oh ja, daar. Alsjeblieft, Joop. God zegen, jongen. Ik hoop dat je er veel plezier van mag hebben. Ja, dat weet ik dus zeker. Ja? En nog een paar andere dingen waardoor ik even afgezeild ben geweest. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Ik was de verloren schaap, zeg maar, die weer terug de weg naar de kudde heeft gevonden. Amen. En die hier weer teruggelaten heeft. Amen. Amen. Ja. Maar ik moet je ook nog even bedanken namens de medewerkers van het Vrije. Maar weet je, je hebt toch de eer doorverwezen naar Jezus, hè? Ja, ik heb er al heel graag gezegd van een kerkganger. Dat moet je helemaal niet zeggen, want dan ben je aan het vloeken, hè? Want ik ben geen kerkganger. Nee, maar... Ik ben een volger van Jezus, maar geen kerkganger. Nou, laten we even bij de feiten blijven, Joop. Sorry. Gaat hij zeggen dat ik een kerkganger ben? Lekker, hè? Nee, maar iemand die, zeg maar, die gewoon een Jezus... Nee, joh, ik snap hem wel, Joop. Ik loop een beetje te dollen. Ik heb gewoon netjes... Ja. Gezegd dat dus niet van mij afkwam deze keer. Maar van Jezus. En nee, van een kennis die ik ken, die voor Jezus Christus werkt. Amen, amen. Zo heb ik. Kijk, dat is helemaal top. Ik drukte net alleen iets anders uit. Ja, ja, ja. Kom maar een beetje rot je strot uit. Ja, ik mag hier niet rustig weten. Maar hij moet je hier nog beter leren kennen. Ja, maar dat geldt voor mij ook, Joop. Ja, maar nee, voor mij ook. Hey, ik leer elke dag weer opnieuw. Mooi. Hallo, mag ik jou wat vragen? Nee? Je weet niet wat je mist, man. Geloof jij nergens in dan? Ik geloof wel iets, maar niet om bij jullie. Maar het gaat niet om mij. Nee, het gaat over dit bedrijf. Ik kan het niet noemen, maar dat is wel. Ja, ja, maar je gelooft wel in God? Natuurlijk. Okay. Niet, maar dit is gewoon... De Jezus, de Jon van God, dat klopt helemaal geen kans. Ja, ik ben moslim. Ik ben geen moslim. En waarom maar ik kom uit Iran. Ja. Maar dat snap ik ook niet van. Nee. Dus dat is voor mij ook bullshit. Dus, want Jezus kan geen zoon van God zijn. Want maar God wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dat betekent dat jij in die eeuwigheid niet bij God bent. Ja, maar dat is onzin. Sorry dat ik zeg, maar zo geloof ik. Ja. Daar sta ik voor open. En niet eens. En God is... Wel zo, maar de rest is gewoon boezem. Ja, maar dat is vrije keuze, hè? Ik ga jou niks aanpraten, nee, maar er is alleen dit, toch niet, dit zegt Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, niemand komt tot de Vader dan door mij. Fijn en leuk voor je, maar niet voor mij. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel voor toch nog het gesprekje. En God zegen, jongen. Oké. Okay. Jij ook. Dag meneer. Hey.
U bent gedoopt, maar is Jezus uw verlosser en heiland? Is Jezus uw verlosser en heiland? Ja, ja. Dan bent u een gezegende man. God zegen, beste man. Al 88 jaar. Al 88 jaar? Daar gaat het om. Ik word 100 Ja, zo de Heer wil, zeggen we dan. Hè? We moeten wel even op de juiste spoor blijven. Ja, hij spreekt het wel. Ja. Hij spreekt het wel. Dat komt. Het is al 2000 jaar geleden goed gekomen, de gelukkig. God in de kennismaking gezondheid is echt in. Ja, ja. Ik heb nog alle rijbewijzen. Ik heb voor het eerst van mijn leven een nieuwe auto. Heb je alle rijbewijzen? Ik ben buschauffeur. Ze hebben nog buschauffeurs nodig. Ja, dat weet ik. Maar dan moet ik eerst weer gekeurd worden. Ja, en je code 95. Ja, code 95. Mooi. Ja. Meneer, ik ga het goede nieuws aan andere mensen vertellen. Ja. U kent Jezus al. Ja. Dankjewel voor je tijd. God zegen. Je hebt een Bijbel. Goeiedag. Ja, ja. Hallo. Hey, jou ken ik, Tamara. Jou ken ik. Ja. Ja, weet ik. Ja. Ja. Hey, goed. Ja, we staan nu even niet aan de bus werken. Welke is deze? Handelingen, 238. Oh, ja. Ken je die? Nee. En deze dan? Nee, ik heb nu de Bijbel gekregen. Ach, Johannes, nee, sorry, zo heet mijn extra, ga ik ook niet lezen. Ja, dat is juist een mooi boek, man. Ja. Moet je mijn handen even geven. Kijk, hey, dat is geen toeval, hè? Ga je weer mijn geld smijten? Oké, okay, maar handelingen, geen Johannes. Ja, ik ga hem opzoeken. Ja, 238. Ik heb van Janka, dus... Ja, weet ik. Afgelopen week toch? Ja. Ja. Nee, komt goed. Nou, eet smakelijk, God zegen. Hetzelfde. Ja, doei doeg! Ja. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik rij ook regelmatig in Zwolle, dus ik ga het zo meteen wel zien wie er achter stuur zit. Ja. Hij zit er tegen van. Ja, maar dan hoort het bij de stuur. Ja? Oké. Okay. Zo bijzonder, die Urkers hebben toch altijd wel een... ondergrond? Ja, zo. Ja. Die echt een ondergrond. Ja, mooi man. Het kan wel heftig wat, toch? Als je zo iemand, als je zo'n demon... Ja, zeker. Pas geleden heb ik je toch verteld met Catharines. Hebben wij 5 uur met een demon lopen knokken. 5 uur? 5 uur achter elkaar. 5 uur, eruit in Jezus naam. Ja. En bijbelteksten en opwekking erachter. En continu. Ja. En dan zien we verzwakken. Dan wordt hij zwakker. En dan, we hadden als eerste zijn naam gevraagd. Dat moet hij geven. Demon, als jij een vraag stelt, moet hij zich bekendmaken in Jezus naam. Nee. Maar er zijn krachtige demonen, hè. Als hij een demon bepaalde recht hebt gegeven, des te moeilijker heb jij het om het uit te krijgen. En waarvoor denk je dat ze in de Bijbel staat? Opgeruimd huis. Dan gaat hij door de plaatsen, komt hij terug met 7 andere geesten. Juist. Krachtiger als hemzelf. Ja. Waarom? Omdat hij zich niet een tweede keer eruit laat jagen. En dan heb je nog een keer de Bijbeltekst. Deze generatie vaart niet anders uit dan door bidden en vasten. Ja, dank u wel, koning Jezus, dat we hier mogen staan, Heer, op deze plek. Halleluja. Deze plek reinigen en heiligen in uw heilige naam, koning Jezus. Dat we daar macht in de naam van Jezus uitgooien. Deze plek is geheiligd, koning Jezus. Dank u wel, Heer, dat u onze harten ziet, Heer. De verlangen, Heer, om u te dienen, u te eren met onze leven, ons spreken, Heer. Heer, dank u wel dat u al mensen op ons pad heeft gebracht, Heer, waarvan we mochten getuigen, Heer. Die zelf ook mochten getuigen, Heer, dat u Heer bent. Heer, dank u wel dat u de mensen zendt, dat u ze trekt. Heer, dank u wel dat wij daarin mogen zaaien en dat u de wasdom geeft, Heer. En Heer, dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. 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 Halleluja. Glorie van God. Halleluja. Hallo. Mag ik jou wat vragen? Nee, ik heb geen tijd meer.
U hebt geen tijd, u hebt de eeuwigheid, maar waar breng je hem door, mevrouw? Hallo. Mag ik jullie een vraag? Ja, je mag wel vragen. Ken je Jezus? Ja. 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 Jezus, heb je Jezus ook in je hart? Ja. Ja, alleen ja, gezegd. Ja. Ja. Mag je misschien de boeken nog meegeven? Dagen door het verhaal. En Johannes. Hé, hey, en wat betekent die in je dagelijks leven, Jezus? In mijn dagelijks leven? Nou, hij... Alles, hè. Alles doe je... Ja? Ja. Dat vind ik mooi om te horen. Ja. Dus ja. Hij is je verlosser, hij is je heiland. Ja. Je bent volwassen gedoopt. Ja. De hele riedel. Ja. Nou, dan ben jij een broer. Dan ben jij... En wat voor werkzaamheden doe je dan voor het Koninkrijk? Wat ik op dit moment doe is het online dienst, het online zetten van de diensten iedere zondag. Ach. Ja. Oké. Okay. Iedere zondag. Ja. Ja. En af en toe maak je een praatje met mensen. Hè? Ja. Ja, ja. Nee, is mooi om te horen, joh. Ja. Dat vind ik mooi. Ja, nou, geweldig. Ja. Ik zit ook wel wat online. Mag ik jou een kaartje geven? Ja hoor. Een YouTube-kanaal. De waarheid Jezus Christus. Wij staan hier niet voor een kerk. Nee. Wij zijn ZZP'ers voor de kerk. Ja, nou ja, ik heb ook niet zo precies iets met een kerk, hoor. Ja. Ik bedoel, ik vind dat ook niet zo belangrijk. Wat voor kerk. Nee, weet je, ik kwam 13 jaar geleden. Ja, ik ben er niet zo. Hij kwam 13 jaar geleden in mijn leven. Op een wonderbaarlijke wijze. En dan ga je als vrij bleu ga je die Bijbel lezen. Ja. En dan kom je bij het boek Handelingen. En dan denk je: wauw, ja, die is de gemeente. Zo, die houden van elkaar, die zorgen voor. Ik ga naar de kerk. Ja. En dan kom je in die kerk. En dan gaat het niet zo, hè? En dan gaat het niet zo. Nee. Nou, ik moet zeggen. Dat sprak mij, want ik ben sinds 2017, dus dat is ook nog niet zo lang. Oké, dus het is dat 4 jaar, hè? Ja. Dus ik ben eigenlijk ook bij die kerk gaan omdat ze diaconaal heel veel wel doen eigenlijk. Ze treden heel erg naar buiten, naar hun wijk, zijn ze mee bezig. Ja. Dus met maaltijd en meer en al dat soort dingen, al dat activiteiten. Ah, kerk is altijd open, weet je wel. Inmiddels heb ik wel geleerd, in iedere kerk zitten kinderen van God. Ja. We zijn niet allemaal kinderen van alle hoofden, maar in iedere kerk zitten er wel een paar. Ja. Dus, maar mooi om te horen. Ja. Nooit de behoefte gehad om de straat op te gaan? Nou, ik ben niet zo'n echt ik ben een introvert mens, een extrovert mens. Dus, ja, maar is dat beetje, een beetje een lastig ding voor een introvert mens. Maar dat is een wereldse bestempeling. Hoe wil God jou hebben? Ja, dat is een wereldse bestempeling. Maar ik ben niet echt een, sowieso niet. Niet die vrijmoedigheid? Nee, ik ben niet echt een prater. Nee. Nee. Verschillende leden van het lichaam, hè? Ja, zeker. Ja. Hey, mag ik kort een zegen over je uitspreken? Ja, zeker. Wat is uw voornaam? Bert. Mijn naam is Dick. Dit is Koert. Dat is Alwin. 3,5 tammen voor het Koninkrijk. Dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Dank u wel dat we lovend, prijzend, erend en dank u bij u mogen komen. Ja. Dank u wel voor mijn broertje als Bert, Heer, die u in uw genade hebt geroepen. Dank u wel dat ik hem mag zegenen in Jezus Christus, Heilige Naam, Heer. Dat hij de pad gaat wandelen op het midden van dat smalle pad tot uw welbehagen, Vader God. Dat u hem zegent en beschermt op iedere stap van zijn levenspad. In Jezus' naam, Bert. Amen. Ik knuffel Bert. Ja. Hey Robert, God zegen. Ja. God zegen, hoe is het jou, jongen? Ja. En jullie staan hier weer? Ja. Ik ben hier weer. In de naam van Jezus Christus. Amen. Je weet hoe het werkt, jongen. Ja. Succes vandaag. Dankjewel, Robert. God zegen. Die ken ik nog uit de crisisopvang. Ik ken hier een aantal mensen uit de crisisopvang toen ik er zelf in heb gezeten. Ja. En dat scheelt wel. Ja, maar dat heeft mij ook gevoeld. Weet jij voor hun geen drempel? Nee. En ik kom uit de Volkswijk. Ja, dus ik heb geen drempel met... Dat merk je misschien al mijn manier van spreken. Dat is heel direct, open, vrijmoedig. Weet je, en Robert die woont bij Tactus, die zit hier achter, Tactus. Dus dan krijgt hij zijn eten en alles, dus krijgt hij daar. Maar Robert heeft een probleem met halve liter.
Maar het is mooi, van de week kwam ik hem tegen en toen reed ik op de bus, zie ik hem lopen en dan ga ik voor hem bidden. Ja. En daar geloof ik in, dat dat effect heeft. Ja, als je persoonlijk blijft bidden. Ja. Die andere jongen met het kroeshaar, wat rood kroeshaar. Bjorn. Ja? Ja, nee. Nee, een jongere man. Een jongere man. Ja? Wat meer haar. Wat meer. Maar die komt hier ook regelmatig. Die was vorige week hier ook. Oké. Okay. Heb hem ook gezegend weer. Ja? Ja. Geweldig. Zag man. Je net trouwens? Er liep een man langs met slangenleren schoenen. Ja. Maar die was manifesteren de hele tijd zelf. Ja. De hele dag, zo liep hij voorbij. Ja, je moet goed opletten. Als ik die filmpjes ga bewerken. En je gaat rustig terugkijken. En dan doe ik gezichten blurren. En dan pak YouTube al die gezichten, moment. En dan kan ik aanklikken wie ik wil blurren. Af en toe heb je gewoon duivelse manifestaties wat je ziet. In die gezichten. Echt, weet je, je gaat meer besef krijgen ook. Geslaagd, Tamara? Geslaagd? Ja, weet je welk het wordt? We hebben een tuin. Oké. Nou, dus in zekere zin ben ik ook geslaagd. Dat ik daar niet verder voor maak. Nou ja, dan kun je misschien een grotere Bijbel kopen of zo, daar hou je geld over. God zegen, hè? Yo, hoi hoi. En afgelopen week mocht ze een Bijbeltje geven. En zo stapje voor stapje, maar soms is het een lang traject, goed? Ja. Ja, niet forceren. Nee. Wij staan er dus zeg maar ook aan de vertaling van jullie. Ja, wat betekent Jezus in jouw leven dan? Moeilijk uitleggen. Ja. Nou, weet ik niet. Als iemand aan mij vraagt, zeg ik ja, maar hij is mijn verlosser, hij is mijn heiland, hij is mijn allesie. Ja, ik word ermee opgevoed, dat is het meer. Ja. Maar dan heb je een beetje vorm van religie. Ja, ik weet nog niet echt, als ik echt 100% geloof, weet ik niet. Nee. Dat bedoel ik. Dan heb je nog geen relatie met die levende God. Nee, maar denk jij dat het wel komt? Ja, dus je moet zeggen dat je in het dagelijks leven met alles wat je doet, dat je erin betrekt. Dat doe ik wel. Mm-hmm. Dus dat je zegt, joh, kijk, het is niet alleen dat zondaguurtje, zeg maar, een uurtje, zeg maar, ik moet van mijn ouders, ja, ik moet wel mee naar de kerk. Maar dat je zegt van, nee, Jezus, van, ik wil eigenlijk, zeg maar, in alles wat ik doe, dat je overal bij je trekt. Dat gaat hij jou zeker, zeg maar. Maar dat wil hij. Mm-hmm. Kijk, het voor de basisdingen is, zeg maar. Als ik jou nou de vraag stel, zeg maar, het zal misschien wel een beetje een lastige vraag zijn, maar waarom denk je dat Jezus de mens heeft geschapen? Laat ik het anders zeggen, denk je dat hij de mens nodig had? Had Jezus de mens nodig? Ja, zou hij de mens nodig hebben? Nou, boven voor zijn krachten niet. Maar... Nee. Nee. Hij heeft de mens geschapen, zeg maar, en hij zegt, joh, hij wil graag een relatie met de mensen. Nee, dat is Genesis leest en dat is ook zeg maar, dat Jezus wandelde s'avonds, elke avond zeg maar, wandelde hij met de mensen. Zeg maar. Dus hij wilde Jezus ook graag een relatie hebben. En die wilde hij ook voor jou. Dus vandaag zegt hij op zijn deur zijn wagen wijd open. En hij wilde graag zeg maar, die relatie met jou, dat hij niet zeg maar, dat ene zondag uurtje. Je moet het net zo zien zeg maar, als met eten, dat je zegt, ik ga maar één keer in de week, zeg maar, krijg je een toetje. Op de zondag uurtje mag je een toetje, dat is niks. Hij krijgt je lichaam heel veel honger. Zo moet je het ook geestelijk zien, zeg maar. Geestelijk zeg maar, je blijft voeden met Jezus en je zult veel rijker leven krijgen. Ja. Ja. Dus dat is alweer naar mijn gemakje de boete. Ja. Dankjewel. Ik zou je, nou ja, ik zou je willen vragen, zeg maar, of dat... Hey, en voor jou dan, wat betekent Jezus in je leven? Ik denk dat hij er altijd is, voor mij. Ja. Bij keuze nadenken. Ja, betrekking daarin? Ja. Oh, dat vind ik mooi om te horen. Niet altijd, ben ik heel eerlijk in. Nee, maar altijd is een groot woord. Dat geldt voor mij ook niet. Ja. Weet je, we zijn mensen met onze fouten en gebreken. Maar het gaat om wel naar hem uit te strekken. En die relatie, kan je spreken van een relatie, met hem? Ja. Dat vind ik mooi. Bijbel, waarheid voor je? Ja, absoluut. Kijk. Hey, now we're talking. Ja, dat zei ik niet. Oké, en die lees je ook regelmatig? Ja, ook avond eigenlijk. Geweldig, man.
Ja. En draag je het ook uit naar je omgeving? Ja, soms wel. Meestal wel. Ja. Ik ga er wel rekening mee. Ja. Het is niet altijd soms dan best wel dat ik denk... soms is het wel wijs om te spreken. Ja, of, maar Jezus kan ook door jou heen zonder woorden doorwerken. Het is vaak ook jouw houding die je onderscheidt van de mensen in de wereld. Ja, ik bedoel ook een keuze maken, zeg maar, die gewoon met betrekking op Jezus. Ja. Soms ook mis dat ik denk van, dat is misschien heel slim, maar niet heel goed. Ja. Oké. Nou, mooi. Ja, ja. Hey, en, maar wat betekent verder in de rest, in je dagelijkse bestaan? Ik ga ook soms naar de kerk. Ik bijbel lees voor het eten, dank voor het eten. En, ik kom uit Rotterdam, hè, dus vergeef me mijn directe vraagstelling. Praat, nou, dat getuigt wel van de volgeling van Jezus wat je nou zegt. Ja, maar dat is Ajax, hè, dat is ook een dingetje. Ah, de boom herkent men aan de vruchten, kijk. Ja. Maar goed, hoe is dat dan? Vader zegen deze spijzen amen, of heb je echt een gesprek met hem? Ja, we bidden wel en danken wel echt met over de dingen die gebeuren. Dat vind ik mooi. Ja. Hé, maar Wan was een vreemdeling in deze gebroken wereld, zegt de Bijbel. Ja, dat zonder veel, wereldse gelijkvormigheid, hè? Met je Ajax. Nee, man. Ajax is heel erg belangrijk. Dat kan ik wel samen. Ja? Stel je God boven alles hebt, die naaste liever dan zelf. Ja, dan voldoe je de hele koninklijke wet. Dat is lastig. En weet je wat dan lastig is? Ja. Leven zonder Jezus. Ja, dat is dan wordt het pas lastig voor je. Hey, maar heb je wel eens gevraagd van, Heer, wat wilt u met mij? Wat wilt u met mij? Wat mag ik voor u betekenen? Nee. Is dat niet belangrijk, denk jij? Ja, misschien wel. Dat voor mij nog niet. En als hij dadelijk sterft? Als jij vanavond sterft? Dan kom ik in de hemel. En dat is goed. Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is en zijn geboden niet opvolgt, heeft het leven niet in de toren van God blijft. Nee, maar goed. Micha. Gelukkig ga ik daar niet over en dan gaat maar één iemand over. Hè? Ja, maar hij waarschuwt daar wel voor. Ja, absoluut. En ik sta hier niet om dit tegen jou te doen, begrijp je niet verkeerd. Nee, absoluut, dat weet ik ook. Maar wel om te zeggen van, joh, besef, hij is God en hij heeft zijn geboden bekendgemaakt en wat hij van je verwacht. En als hij nu, en ik zeg het nogmaals, ik zeg niet dat jij dat doet, hè. Maar als je nu een houding hebt van, dat zie ik wel, ik ben 20 jaar en ik heb nog een tijd. Dan gaat de hoogmoed werken en hoe sta je dan tegenover God als hij morgen sterft? Nou, het is niet zo dat ik met de pet naar gooi of zo. Weet je, het is net als zwanger zijn. Zwanger zijn kun je niet een beetje doen. Geloven kun je niet een beetje doen. Want de part-time gelovige, die legt het altijd af tegen de fulltime demon. Dus dat mag ik kort de zegen over je uitspreken? Ja, halleluja. En wat is je voornaam? Ja, Omar. Omar. Ja. Dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, voor de ontmoeting met Omar. Dank u wel dat ik hem mag zegenen in Jezus Christus, Heilige Naam. Ik bid u uw bescherming over hem, ja? Dat u Omar onder uw vleugelen neemt en iedere dag leidt, vertroost en sterkt door uw Heilige Geest, Heer. Dat u meer vulling mag krijgen van de Heilige Geest om dat pad te wandelen wat u voorbestand hebt, Heer. Dat allemaal een levensstijl aangemeten gaan krijgen, Heer, in uw genade, om uw welbehagen daarin te zoeken en vele zielen uit de duisternis in het licht te mogen brengen. Wees gezegend allemaal, in Jezus' naam. Amen. Ja? Mag ik een kaartje geven? Ja, dat mag. Niet van de kerk, hoor, allemaal. Nee, maar je bent een man naar mijn hart met dat antwoord, weet je dat? A-L-M-A-E. Hey. Echt? Ja, grappig. Een van de weinigen. Ik ben nog nooit in het echt een almer. Wij zijn ZZP'ers voor de Heer. Mooi. Niet verbonden aan de wereld, gelijkvormig instituut. Amen. Kijk, hey. Amen. Ik moet er echt vandoor. Je hebt de eeuwigheid almer, hoor. Vergeet het maar. Gelovige voet heeft geen haast, zegt spreuken. Vergeet het maar. Oh ja, we zijn nieuw. Ik loop te dolle almer. Dankjewel voor je tijd. God zegen, jongen. Hoi, hoi. Kijk, en er staat broertje Alvin ook weer te praten. Weet waar je naartoe gaat.
aan mij alleen het woord te delen en jou daarmee te proberen te behoeden. Daarin ligt je eigen wil, hè? Daarin mag je kiezen voor of tegen God. Ja, maar vandaar dat je wilde horen. Ja, goed. Als je dat wil onderzoeken, ga het lezen. Besef wel dat je ziel eeuwigheid waard heeft. Het is genoeg zo, dankjewel. Ja. Oké. God zegen. Ja, Heer, raak zijn hart aan, Heer. Heer, dat uw waarheid, Heer, hem doet nadenken, Heer. Waar hij de kracht uit zichzelf haalt. Heer, red hem. Bevrijd hem, Heer. Doe mensen in wie je bent. Amen. Amen. Mooi broertje.